De bouwers van de nieuwe Oro-woning aan de Wilhelminastraat in Asten hebben het hoogste punt bereikt. Op donderdag 5 november was het tijd om de vlag in top te hijsen en een klein feestje te vieren. Enkele toekomstige bewoners waren van de partij op dit feestje. Bert, Jeroen, Igor en Henk, wat gaat hier gebeuren vandaag? Dat wij hier feest gaan houden officieel. Vandaag eigenlijk zijn dat ze hier niet door, van de Kinders de Koning. Ja, jullie gaan de vlag ophangen? Daar had er een paar vlakkers zijn taak om te, op te hijsen. Heb je taart meegenomen? Ja, daar hebben we een speciale taart meegenomen van de bouwvakkers. Ja. Hadden we wel genoeg taart? Ja, ik heb een beetje gedicht ermee. En Bert, wanneer gaan we hier wonen? Volgend jaar, denk ik, hè. Volgend jaar pas? In 2021. Volgend jaar in de zomer. Zullen we pas in. En goed, waar wonen jullie nu? Op de IJmer, in Mierlo. Is er van tijdelijk. Mierlo? Ja, in daartje. Dat is niet zo fijn, geval. Nee? Ik wel, dus ik ben al 15 jaar gezeten. Ja, woon je liever in Mierlo dan hier? Je bent toch pas in Mierlo geweest naar de bouwvakkers? Ja. Vindt het wel leuk hier, of niet? Ja. Denk je? Heb je het huis al gezien van binnen? Nee, nog niet. Dus. Nee. Dus dat past de eerste keer van ons vandaag naartoe gaan. Oh, spannend dan, hè? Dat was een spannend jaartje van ons, dat wel. Als en wat vind je ervan? Af is dat wel. Wat vind je ervan als je daar kijkt? Ja, dat moet eerst afwachten. Ja, dat is hard aan het werk. Ja. Ja, dat wel. Dat is een ding, dat zit erin. En komen jullie hier met vier mensen wonen, of wat meer? Ja, veel meer natuurlijk. Nou, veel meer. Veel meer? Ja, een paar dames. Veel mensen. Weet ik niet. Dan, dus dat wordt wel gezellig? Ja, dat wel. Zeker. Dat wordt wel een leuk jaartje, dat wordt denk ik voor ons nieuw huis te vieren. Oké. Okay. Ilse Relou, wat gebeurt er vandaag hier? Het hoogste punt is bereikt en daar komen wij hier vieren met taart. Ja. Kom maar appelgebak brengen. Maar niet alle bewoners gaan mee, of wel? Nee, helaas kunnen we niet met zoveel mensen nu hier zijn. En daarom maken wij een filmpje, zodat ze thuis ook een beetje kunnen vieren. Dus we hebben ons vlogteam meegenomen. En die maken een filmpje voor de rest van de bewoners. Ja, het huis moet klaar zijn wanneer ongeveer? Weet je niet? Ik hoor ze net zeggen ergens in de zomer dat ze er wel graag in willen. Hans Geven, ook voor jullie is het een bijzondere bouw, of niet? Ja, dat is zeker. Het is werk voor Oro. Eerste werk voor Oro, daar zijn we blij mee. Het is een gebouw waar 12 cliënten komen te wonen van Oro. Ja. Met een kamer voor de verzorgers. Het gebouw is eigenlijk net zo groot als het woonhuis wat er eerst stond. Wat vanuit het verleden zeg maar steeds aangepast en uitgebreid is. Ja. En uiteindelijk niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed. Ja. En dat is de reden voor de nieuwe bouw. En je vaker voor hun gebouwd? Nee. Ja. Eén keer moet de eerste keer zijn. Hè? Ja. Wat mooi om te doen, of niet? Zeker mooi om te doen. Ja, zijn er veel bekijks of niet? Nee, dat valt wel mee. vandaag wel? Ja, vandaag zijn er enkele cliënten die komen kijken hoe ver we zijn en hoe dat eruit komt te zien. Het zijn ook de mensen die hier eerst gewoond hebben, dus die komen straks ook weer terug hier. En wanneer moet het klaar zijn? Eind maart, begin april moeten wij bouwkundig weg zijn. Ja. Maar dan zal er nog wat inrichtingswerk gebeuren moeten. Ja, dat is ook wel iets nou. Groot, hè? Groot. Dat is wel goed, ja. Ik weet niet precies waar we zijn. Maar dat zie je straks allemaal. Ja? Hier een mooie tuin in kijken. Oh ja, daar hebben we een grote tuin. Ja, dat is een rondje. Kapatje. Ja. Mooi, hè? Die kennen wij nog terug van dat schuurtje. Ja, dat blijft staan. Hè? Ja, dat blijft zo. Nou, het is een grootje. Dat is de nieuwe, dat is de oude. Dat is allemaal nieuw. Je moet een keer stofzuigen, hè? Ja. Dat is wel nodig. Maar dat is vorig jaar zit er helemaal niks meer van. Dat is groot hier. Nou, van wie is die kamer, Igor? Deze kamer? Wat kamer dan? Jouw kamer? Ja, mijn kamer komt ook niet ertussen. Dat is niet mijn auto.